Welkom bij Rijnmond Nieuws. Dit is een overzicht van het belangrijkste nieuws van dit moment. Ja, 3 december verdwijnt de andere heftoren. Voor die tijd moet het contragewicht nog gesloopt worden. En dan zijn we nog bijna een jaar bezig om ook alle betonnen delen die nog in het water staan te slopen. Volgens mij alle kinderen blij. Sinterklaas gaat er bijna aankomen. En volgens mij, ja, dat is natuurlijk het feestje voor de kinderen. Hè. Volgens mij lukt het aardig tot nu toe. Ik ben compleet naar de kloten. Mijn rug is naar de kloten. Ik was 7 kilo afgevallen, ben ik gezond met roken, dan ben ik weer 4 kilo aangekomen. Dat zie je idee. Ik ben compleet naar de kloten. We zijn hier vandaag weer voor een belangrijke stap in de sloop van de Oude Botlekbrug. Een van de heftorens, samen met een stuk van de aanbrug, wordt vandaag opgedreven en weggevaren naar, om gerecycled te worden. Ik dacht net dat ze al met een grote bok gaan, dat ze hem optillen, maar het wordt gewoon omhoog gedrukt. Ja, dat hebben we ook gedaan. Het val en een aantal van de aanbruggen zijn in de afgelopen weken al met een grote bok inderdaad opgehezen en weggevaren. Alleen dit stuk is beter en makkelijker om dat van onderaf te doen. Ze zijn druk bezig. Ja. En nu dacht van daar wil ik bij zijn, dat wil ik zien. Ja, dat wil ik wel even zien. Dat zie je niet vaak. Jammer dat die weggaat? Nee. Ja, het is wel een mooi ding om te zien, maar ja, het is, als het zo dicht bij elkaar staat, is het niet leuk. Als die nou gewoon een eindje verder had, hadden ze moeten laten staan. En nu de snijbranden erin, eigenlijk in Vlaardingen? Die eigenlijk wordt inderdaad naar Vlaardingen vervoerd. En daar is dat heftig gedeelte is er ook al naartoe gegaan. En daar wordt inderdaad in stukjes gesneden. Dus, en dan zal er wel... Wordt het zo gesmolten, denk ik, materiaal. En dan wordt er weer wat moois van gemaakt waarschijnlijk. Ja, ja. Dan staat er nog één stuk over. Een toren met een aanbrug. Wanneer gaat die weg? Ja, 3 december verdwijnt de andere heftoren. Voor die tijd moet het contragewicht nog gesloopt worden. En dan zijn we nog bijna een jaar bezig om ook alle betonnen delen die nog in het water staan te slopen. Dus wij zijn nog wel even bezig. Maar op 3 december is het meest zichtbare werk voorbij. Bij een verkeersongeluk in de nacht van zaterdag op zondag in Rotterdam-Lombardije zijn 5 mensen gewond geraakt. Op de kruising van de Spinozaweg en de Pythagorasweg botsten 2 auto's op elkaar, waarvan er 1 op de trambaan terecht kwam. Een aantal personen raakten bekneld en moesten de brandweer uit de auto bevrijd worden. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. Kun je mij vertellen wat het allerleukste is aan Sinterklaas? Nou, dat ik een cadeautje krijg. En weet je al wat voor cadeautje je wil? Ja. Wat is het dan? Nou, een nieuwe racewagen. Voor de kinderen was de intocht van Sinterklaas in Rotterdam als vanouds. Maar er was wel iets nieuws. De roetveegpiet, die niet meer helemaal zwart is in het gezicht. Piet! Hoe verloopt de intocht? Nou, tot nu toe heel erg goed. Volgens mij alle kinderen blij. Sinterklaas gaat er bijna aankomen. En volgens mij, ja, het is natuurlijk het feestje voor de kinderen. Hè. Volgens mij lukt dat aardig tot nu toe. Allemaal braaf geweest? Zeker. Nou, tot nu toe bijna allemaal. Eentje die durfde te zeggen dat ze niet al braaf was geweest. Dus die heb ik 1 snoepje minder gegeven. Maar voor de rest krijgen we natuurlijk allemaal snoep. Dat is natuurlijk helemaal leuk. Krijg ik ook nog een handje? Natuurlijk, altijd. De aanpassing aan Piet is niet voor iedereen voldoende. Zo werd er gedemonstreerd op de Erasmusbrug. Omdat vorig jaar 200 demonstranten op een brute wijze zijn opgepakt door de politie. En dat is een onderdeel waarom wij ook hier staan vandaag en daarom in Rotterdam. En dat dit jaar besloten is Zwarte Piet Piet te gaan noemen en hij is niet meer zwart. Dat heeft jullie niet zo ver gekregen om hier niet te gaan staan. Ten eerste, racisme pas je niet aan, racisme schaf je af. En als we goed kijken naar wat de afspraken zijn, wordt Zwarte Piet tot 2019, ja, dat is hier nog. Dus een aanpassing, nou ja, daar gaan we niet akkoord mee. Ja, ik vind het heel onzin, nog steeds. Dus, maar ja, het is niet tegen te houden. Hè? Ja, iedereen heeft het gevierd, ook die mensen die daar boven staan, die hebben het vroeger ook allemaal gevierd. Dat weet ik zeker. En nu gaan ze demonstreren, beetje jammer. Maar ja, als je het niet mee eens bent, moet je lekker thuis blijven. En of het een musical is, ja of nee, ik maak altijd voorstellingen waar ik in zing. Dus ik zie het verschil niet zo. Alleen komen er heel veel meer mensen op af. wat ik hier in het Luxor heb gehad, daar moet ik normaal moet ik daar 120 jaar voor werken. Dus dat, Maar liefst 56.000 bezoekers kwamen erop af. De 55ste voorstelling van musical De Marathon stond voor het laatst in Rotterdam. En die laatste keer hakte er bij de hoofdrolspelers wel in. Op een gegeven moment kon ik niet meer ophouden met huilen.
Als ik heel eerlijk ben. En nou nog een beetje, dus ik wou dit niet te lang laten duren. Ja, dit was wel een soort van dernière voor ons een beetje. Nou, voor mij wel. Ja, ook emotionele dernière. Zo. Ja. Oh, lala. De Rotterdamse humor in de musical was in het Luxor Theater vanzelfsprekend. Wij zijn geboren Rotterdammers, hè. Het is net of dat je jezelf hoort praten. Er komen wel ook wel woorden in voor, hè, die in Rotterdam ook wel vaak gebruikt worden. Dat kan je wel zeggen, ja. Lekker plat. Maar die Rotterdamse humor werd niet meteen begrepen toen de musical op tournee ging in de rest van het land. Wat hier een lach is een hele nul. Je moet er aan wennen wat Rotterdamse liefde is. Ja. Wij kunnen ons nogal raar uitdrukken zonder dat het vervelend is. Jo. Nou, dat vind ik niet leuk. Nog 4 optredens in Den Haag en Groningen en dan is het echt klaar. Ik ben naar de kloten. Ik ben compleet naar de kloten. Mijn rug is naar de kloten. Ik was 7 kilo afgevallen, ben ik gezond met roken, dan ben ik weer 4 kilo aangekomen. Hartstikke idee. Ik ben compleet naar de kloten. Gelukkig is het dan nu ook afgelopen met die gesprekjes na de voorstelling. Daarna moet je nog een interview. Met RTV Rijnmond. Godverdomme. Ja, met een onwijs... Dan zit je echt niet op de wak. Knalharde lampen. We gaan gewoon weg. Kom op, laat hem de tering krijgen. Hey, bedankt. Hè. Hoi. Ja, Feyenoord heeft in de competitie opnieuw puntverlies geleden. En opnieuw ging het in de Kuip mis tegen laagvliegen VVV. Werd het 1-1. En na afloop dacht iedereen, hoe is het in godsnaam mogelijk? VVV kreeg geen kans. Feyenoord speelde redelijk tot goed. Het was wel pas laat 1-0. In de tweede helft maakte Jurgensen na een prima aanval de 1-0. Ja, in de slotfase, de enige kans die VVV kreeg, ging er via Damian van Brugge in. En dus ja, verspeelde Feyenoord opnieuw punten. En is het al heel lang geleden dat Feyenoord de competitiewedstrijd in de Kuip wist te winnen. Want de laatste keer dat het gebeurde was alweer in augustus, toen Willem II hier met 5-0 eraf ging. En ja, de laatste thuiswedstrijden, ja, ging het mis tegen clubs als NAC, tegen PEC Zwolle, tegen Ajax. Maar dus nu ook tegen VVV wordt het in de Kuip 1-1. Eerste helft was matig. Tweede helft was een stuk beter. Met heel veel kansen goed. Een goed doelpunt van Nicolai. En daarna, ja, ik weet nog niet eens hoeveel kansen we hebben gehad om de tweede te maken. Dat doe je dan niet, waardoor je in de 86 minuten op 1-1 komt. Ja, dan is er nog weinig tijd om nog die tweede te maken. Maar ja. We kunnen onszelf verwijten dat we de kansen niet hebben benut, want de een was nog groter dan de ander. Net als Feyenoord wist ook Sparta zaterdag niet te winnen. In Tilburg stonden de Rotterdammers wel met 2-0 voor door 2 goals van Diro Duarte. Maar Willem II wist er toch nog 2-2 van te maken. Excelsior verloor voor het eerst dit seizoen een uitduel. In Utrecht werd het 3-1. Zakaria El Azouzi maakte in de slotfase de enige Rotterdamse goal. Meer voetbal zie je straks in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. Oud-Feyenoorder Joop van Dalen is dan de gast. In Rotterdam-Zuid komt vanaf volgend jaar een haven-HAVO. Het Scheepvaart- en Transportcollege in de Waalhaven gaat daarvoor samenwerken met het Calvijn Vreewijk Lyceum. Zaterdag was er een open dag. Het zijn robots die op afstand bestuurbaar zijn. En we proberen ermee zo'n hoog mogelijke containerstapel te maken. Dit is eigenlijk de Rotterdamse haven in het klein die je nu aan het maken bent. Ja. Voor MAVO-leerlingen in Rotterdam bestond er al een gespecialiseerde havenopleiding. Maar nu kunnen ook leerlingen met net een wat hoger niveau worden klaargestoomd voor een baan in de Rotterdamse haven. 2 dagen krijgen ze les op het Calvijn College. 2 dagen krijgen ze bij ons les op het SSC VMBO College. En 1 dag gaan ze op bezoek bij havenbedrijven. Maar ook heel erg de praktijkonderzoeken in de wijk. Voor de open dag was veel belangstelling van ouders en voornamelijk Rotterdamse kinderen met interesse voor techniek en de Rotterdamse haven. Ik vind het op zich wel belangrijk, want zelf, als je bijvoorbeeld zelf, je loopt over de pier, zie je altijd boten varen en dan denk je, dat maakt me niet uit, maar zelf heeft het wel heel veel benut. Bijvoorbeeld je computer die je thuis hebt staan, die komt allemaal door die schepen, door vrachtvervoer. En dat leer je vooral hier. Sinterklaas is nog geen 24 uur in Nederland. Of hier in het Finse huis in Rotterdam, de oude Finse Zeemanskerk, vieren ze al een kerstmarkt. Ja, de kerstman die komt ook uit Finland, uit Lapland. Dus eigenlijk is het best logisch. Kerstman woont in Finland, heeft eigenlijk een hele dorp daar. Kerstvrouw,
dat is onze eer nu dat Kerstman hier is tijdens deze dagen. Het Finse huis, de Kerstman, die komt uit Finland. Dus ja, dan bent u de echte, dat kan niet anders. Geen twijfel over mogelijk. Dit is eigenlijk het beginseizoen voor de kerstseizoen. En hier begint het wel. Je kan gewoon de eerste glühwein, wat eigenlijk Finse gluk is, de Finse glühwein, proeven. En je hoort de eerste kerstliedjes en je kan de eerste kerstcadeautjes kopen. Dus dit is echt superbelangrijk. En hier zijn ook veel mensen, dat ze komen allemaal één keer per jaar naar Rotterdam. De Finnen overal van het Nederland. En juist deze happening is waarom ze naar hier komen. Tot slot, vrolijk kerstfeest in het Fins. Hoe zeg je dat? Hyvää joulua. Hyvää joulua. Ah, goed. Hyvää joulua. Vrij goed. Dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws op onze online kanalen en op Radio Rijnmond. Want Rijnmond is erbij. En nu gaan ze demonstreren. Beetje jammer. Nou ja, als je het niet mee eens bent, moet je lekker thuis blijven.